ik Rijpelsdeeltje heet. Ja, luisteraars, welkom bij deze nieuwe podcast van Marijn Franke en... Marijn de Meijer. Juist, Marijn de Meijer. We zijn vandaag hier in de Efteling. Zoals je het kunt horen op de achtergrond. Ja, Joris komt net langs. Ja, Joris komt inderdaad net even langs. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ja, we staan hier op het dak van de Piranha. We gaan het vandaag hebben over het Huis van de Vijf Zintuigen, waar de dag Efteling begint. Dat klopt. We gaan het vandaag inderdaad over hebben. Ja, ik ken eigenlijk geen mooier intreegebouw. Jij wel, Marijn? Nee. Oh, wacht, Joris komt er weer langs. Juist. Ja, kijk, zoals we allemaal weten, bij het intreegebouw van de Vijf Zintuigen, daar begint gewoon je dagje Efteling. Ik heb het altijd heel leuk gevonden als je daar doorheen loopt. Wat tegenwoordig niet meer zo is, is dat je bij het theater ook uitkomt. De sfeer is een beetje veranderd daar, hè? Nee, nou kom je op het Dwarrelplein terecht. En het Dwarrelplein is naar mijn mening niet zo'n mooi plein. Nee. Maar... ja, het is wel helaas dat een sfeer komt dan niet zo overheen. Maar wat valt er allemaal meer te vertellen over het Huis van de Vijf Zintuigen? Namelijk, ja, de ontwerper, wie kent hem niet, Tom van de Ven. Hij heeft prachtige ontwerpen gemaakt voor de Efteling. Ja, en hij heeft inderdaad meerdere ontwerpen al gemaakt voor de nieuwe ingang. Maar deze was er uiteindelijk uitgekomen. En ja, ik moet zeggen, ik vind het gewoon heel mooi om te zien. En, ja, het doet mij een beetje denken aan een soort van openhangend gordijn waar je onderdoor loopt. Om in de wereld voor wonderen te komen. Een openhangend gordijn, oké. Je kan het zo omschrijven. Ja, wat ik vroeger bij je dacht, was altijd dat het de hoed van Pardoes was. Zo'n beeld had ik er altijd bij. Ja, dat was wel grappig. Maar ja, technische details, daar zijn ook wel wat over te vertellen. Het is namelijk dat hij is 45 meter hoog. 45 meter hoog, ja. De middelste punt dan, hè? Ja, de middelste punt. De rest is iets lager, 30 meter of zo. Nou ja, inderdaad, we hebben ook wel goed nieuws te melden dat die binnenkort weer opgeknapt wordt. Want het riet zag er echt niet uit te houden. Nee, er zit groene aanslag op. Net als momenteel de daken in het Lavelaar worden ook vervangen. 2013 wordt een onderhoudsjaartje. Ja. Juist. Ja, dat is wel te merken dat 2013 binnen de Efteling een onderhoudsjaar is. Juist. En welk jaar was het ook weer geopend? Het Huis van de Vijf Zintuigen is in 1996 geopend. Ik weet niet uit welk geboortejaar jij bent. 1998. Oké, een paar jaren voor jou. Maar dat maakt het niet uit natuurlijk. En welke ingangen waren daarvoor dan? Ja, je had toen nog die ingang bij Droomvlucht Taro. En ik geloof zelfs een bussenterrein. En daar was ook een ingang bij Carnival Festival toen. Is dat nou niet de personeelsingang plaats? Dat is nu voor personeel. Het personeel, ja. 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 En het is zo dat, nou, je hebt nou één hoofdingang. Je hebt trouwens nog eentje voor Villa Pardoes, heb je speciaal een uitgang. Ja. Nou ja, ik vind dat, heb je nog meer informatie hierover of denk je van nou... Want in onze eerste aflevering... Hè? Wat ik nog wel een leuk weetje vind, is dat de oude ingang West, de hekken daarvan, van die ingang, die staan tegenwoordig in de eerste voorshow van Villa Volta. Ja, dat klopt. Dat heb ik met, ook, met die gouden ees, die groene hekken. Ook, is me vaker ook al wel opgevallen inderdaad, dat die daar nou staan. Oké, mocht je meer informatie willen over de Efteling en leuke dingetjes horen, luister dan naar de... Wonderwachters. Juist, de Wonderwachters. Dit was onze eerste aflevering voor dit kanaal. We zijn waarschijnlijk op iTunes te horen, maar daar zul je dan nog wel van horen.